Willem Bogaerts leest een van zijn verhalen voor. Luistert u mee? De bril op, ja, die heb je nodig. Hè. Dit stukje heet Steek je hand uit. Kleine Jantje kreeg een fiets. Tjonge, jonge, dat was me iets. Vader waarschuwde hem: kijk uit voor bus en tram. Ook zei hij tot de kleine Guit: steek bij elke hoek je handen uit. Kleine Jantje ging op pad, reed bijna over een grijze kat. De kat schrok en miauwde toen. Jantje riep: op de stoep dan, hoen. Jantje maakte een lange tocht. En heus, bij iedere bocht, stak aldus onder vrolijk gefluit kleine Jan zijn handjes uit. Een dikke agent met bolle wangen zag opeens Jantjes handen hangen. Hij blies keihard op zijn fluit. Stoppen, moest de kleine spruit. De agent zei toen heel streng: geen hand uitgestoken kreeg. Dat kan ik absoluut niet tolereren. Ik moet je onmiddellijk arresteren. Hoe Jantje ook protesteren mocht: ik heb mijn hand aangestoken voor de bocht. De agent was niet te overtuigen. Jantje moest dus voor hem buigen. Jij gaat mee naar het cachot, omdat jij nog veel leren moet. Jantje kwam in een donker hok. Op een Brits lag een matras van kapok. Een heel uur moest hij daar blijven. Zijn beentjes begonnen te verstijven. Er kwam een gezelschap van een muis. Eindelijk mocht Jantje naar huis. Jantje was knap over zijn toeren, zodat zijn vader op wraak ging loeren. Vader verzon een prachtig iets. Hij nam meteen zijn eigen fiets. Mijn kind aandoen, die dikke, dat zal ik ten alle tijde vertikken. Hij vroeg aan Jantje welke hoek het was. Die vertelde het hem alras. Op de hoek van de Bezemstraat is altijd waar die dikke staat. Vader trapte die richting heen en zag die dikke toen meteen. Die stond precies op de punt van een hoek, met zijn buik over zijn uniformbroek. Vader reed naar rechts langs een put, stak zijn hand uit met een uppercut. Hij riep: opgelazerd bij die hoek, want ik sla je uit je uniformbroek. De dikke agent, die meteen het plaveisel zocht, stond verder nooit meer bij een bocht. De klap van vader was schitterend raak. De agent had een dubbel gebroken kaak. Het staat immers in het rijwetboek. Steek je hand uit voor de hoek. En verder, recht op je postuur. Beide handen aan het stuur. Later stond de agent met de handen op de rug. Niet meer bij de rand, maar 2 meter terug.